En de scholengemeenschap Nikeri SGN heeft dit schooljaar wederom succesvol afgesloten. Met een slagingspercentage van 90,4% op het VWO heeft de middelbare school een historische prestatie geleverd. Het HAVO heeft 54% direct geslaagden. 3,2% van de leerlingen op het VWO hebben een herkansing, terwijl 34% op het HAVO het examen opnieuw moeten afleggen. Directeur Cipriano Chonanyuk is bijzonder blij met de resultaten en verwacht dat deze na het herexamen hoger zullen zijn. Ja, best wel, omdat het de eerste keer is sinds het bestaan van deze school dat we zo hoog hebben kunnen scoren wat VWO betreft. HAVO hebben we dus eerder wel hogere of betere resultaten gehad. Dat HAVO niet hetzelfde is als wat VWO is. Zien we elk jaar weer dat er een verschil is in studieattitude en motivatie tussen HAVO en VWO studenten. Maar met tevreden ben ik wel, want na herexamen kunnen we dus wat HAVO betreft hoger komen te liggen. Want een hele grote groep moet herexamen doen, dat is 34% moet nog herexamen doen. Oké, directeur, we zien dat achtereenvolgens SGN in staat is geweest om goede resultaten te boeken. Hoe spelen jullie dat klaar allemaal? Het zijn natuurlijk de inzet van de studenten. Maar het moet duidelijk zijn dat je elk jaar met een andere groep van studenten te maken hebt. De een is makkelijker te motiveren, is gemotiveerder dan de vorige groep. En noem maar op. En natuurlijk ook de inzet van de docenten. Een van de tegenvallers van het afgelopen schooljaar is het structureel uitvallen van schoolvervoer, zegt Chonanyuk verder. Hij onderstreept dat schoolvervoer een belangrijke input is binnen het onderwijssysteem. Het afgelopen schooljaar, kijk, landelijk heb je dus die onderbrekingen gehad van transport, bestakingen enzovoort. Want wij hebben studenten die helemaal van de corona komen, van Wageningen. En dan heb je dat die studenten dan niet mee kunnen, de lessen worden normaal gedraaid. En dan moet je ook even nadenken, hoe speel je het klaar? Kijk, die studenten brengen enorme offers op als je dus deze situatie hebt, dat ze toch nog de school bereiken op een of andere manier. Maar het hoort niet zo, toch? Transport moet in ieder geval gegarandeerd zijn. Dus dat is een van de grootste tegenslagen geweest. Maar ondanks dat, ja, zo spelen in erop. En dan je blijft die studenten motiveren, want dat werkt ontzettend demotiverend op studenten als ze de school willen bereiken en dat kan niet. Directeur Cipriano Chonanyuk van Scholengemeenschap Nikeri SGN over de schoolresultaten in Nikeri.